Zoals beloofd is het vandaag tijd voor de Bremen Shoplog. Yeah, de Bremen Shoplog, ja. En het was zeer toll. Oh, zeer toll. We hebben zeer goed geshopt. Zeer goed geslaagd. We zijn naar het winkelcentrum geweest. Welke van de twee waren we ook Wezerpark. Wezerpark. Die zit in een stukje buiten Bremen eigenlijk. Ja, het was een kwartiertje rijden vanaf het centrum. Ik kan zeggen, wel handig. Je kan denk ik wel met de tram, maar het is wel handig als je een auto hebt. Ja, wij vonden het ideaal, want het doel was om ook flink wat luiers in te slaan. Want ik ook had Duitsland, dus het was handig om met de auto te gaan en niet in het stadscentrum te winkelen, want dan moesten we al die luiers mee zeulen. Nee, dat had... Oh, moet je voorstellen dat we dat allemaal hadden mee moeten zeulen. Dat had echt nooit gelukt. Dan hadden we echt een taxi of zo moeten bellen, denk ik. Ja, en daarnaast zitten er gewoon ook heel veel... We kregen ook de tip om in een winkelcentrum te shoppen in plaats van in het stadje. Ja, dat klopt. En op zich, ik moet zeggen, nu ik Bremen zelf gezien heb, kan ik me wel voorstellen waarom dat zo is. Er waren wel heel veel winkels in echt superveel winkels. Het was echt heel groot. Je kan er ook heerlijk eten, ontbijten. Er zijn overal ijsjes te koop. Ja, ijsjes. Ja, en zeker als je in de herfst of de winter bent, is het daar heel relaxed shoppen, want het is overdekt. Ja, klopt. En er is ook vet veel gebak, echt op zijn Duits. Oh, dat wil je niet weten eigenlijk. Het is heel leuk. Maar het was dus een tip van een lezer. Ga of naar Wezerpark of naar Waterfront. Dat is dus ook een beetje zoiets dergelijks. Daar zijn wij niet geweest, maar... Nee. Goed, genoeg geluld. Geluld. We gingen shoppen. De eerste winkel die we volgens mij binnen gingen, was de Zara. En het eerste wat we daar zeiden, je kon het ook in de vlog zien, is... Wow, het is hier zoveel leuker dan bij ons in Nederland. We hebben dan ook best wel wat gepast. En het eerste wat ik heb gepast, en wat ik ook gelijk kocht, is het volgende. Dit leuke shortje met bloemetjes. Het is een heel bont shortje, met ook een beetje roesjes aan de onderkant. Het is een beetje 70s, 60s-achtige mode. Ja. Het is een heel hoog broekje. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Ik ben er super blij mee. Een van mijn leukste kledingstukken, denk ik. Gewoon een hele shoplog. Ja, hè, dan is het gelijk maar het kopstuk. Het kop is eraf, zeg maar. Ook een aantal mensen vroegen in de Zara al waar ik hem vandaan had. Toen ik daar liep. Ja, twee of drie vrouwen. Ja. Dit is een blouse. Ik dacht een beetje dicht doen. Dit is een blouse met een hele leuke print erop. En hij is van voren kort dus. Ik hoop dat je het kan zien. En van achteren is die lang. En heeft hij ook nog allemaal details. Nou, gewoon die kleuren super leuk. Er zit een soort van... Sheen, een beetje oliekleurige sheen of ja, zo. Ja, en er zitten zoveel kleurtjes in. Echt oranje en roze en paars. Qua make-up kun je blauw. Echt alle kanten. Ja, je kan niet echt alle kanten mee op. Maar het is echt zo'n leuk, soort van stoer, maar een soort van mutsig tegelijkertijd. Shirt, echt, ik ben echt een beetje verliefd op deze blouse geworden. En ik kan hem ook wel prima open dragen als ik straks hoogzwanger ben. Ik vind het nog steeds zo raar. Laat het geen aanshot zien, want... Oh ja, nee, ik wilde graag echt een leuke outfit of the day mee maken. Omdat er zoveel details in zitten. Deze verdient wel echt een waardig artikel, vind ik. Dus vandaar, deze ga je nog te zien krijgen, maar niet in deze shop. En zo kan ik ook niet geloven van wat ik net zei dat ik dit ook ga zeggen. Volgens mij is het de eerste keer dat ik echt kleding in een shoplog laat zien. Ja, ja, ja. Voor de bebe. Guus. Voor Guus. Ja, ik heb nog steeds geen naam. De Zara Mini Collection. Dit broekje vind ik echt super leuk. Met allemaal ballonnetjes erop. Oh. Daar moet nog even een leuk shirt op. Dat vind ik wel een beetje flauw. Dus bij de Zara niet een bijpassend shirt hadden. Ja, sorry. Ik kan er echt heel slecht tegen. Maar goed, die weet vind ik nog wat. Maar dit broekje is wel echt heel leuk. En deze heeft Gijs ook, volgens mij. Ja. Ik denk dat ze misschien zelfs tegelijk aan kunnen. Dat zou kunnen. Oh, lachen. Nou, dit is dus een heel mooi vestje van de Zara, zij wil al. Kijk hoe klein dit is. Kijk, een klein vestje met een heel klein capuchonnetje. Yes. Zo schattig. Dat is wel heel erg leuk. En dat is dus eigenlijk als die net 1 tot 3 maanden is. Dus ik ben benieuwd, want die van mij wordt natuurlijk geboren in de winter. Nou, om aan te sluiten bij dezelfde soort keten, de Mango, was daar ook weer wederom 10 keer leuker. Ook de babyafdeling was super cute. Alleen daar hadden ze heel veel zomerdingetjes. Dus allemaal korte broekjes en van die zomer items. Mm. Dus daar konden we niet echt... Of jij kon er niet echt shoppen. En ik had eigenlijk kracht genoeg voor de jongens. Dus we hebben ons ingehouden. Maar wat ik er wel vond is een hele leuke broek voor mezelf. Zo'n lekkere losse vlodderbroek voor de zomer. Heel dun. Met geel met witte strepen zoals je hier ziet. En hij is een beetje clownesk, denk ik dat het goede woord is. Een beetje clownachtig. Het is een beetje een gekke broek. Maar ik vind hem eigenlijk wel heel erg tof. Ik ben er heel blij mee. En hij is gewoon, het is vandaag ook 28 graden. Ja, hij is gewoon heerlijk lekker luchtig. En ik ben er super blij mee. Wauw jongens. Hier komt wat aan hoor. Een hier komt wat aan. Met kleding. Ja, ik heb helemaal veel geshopt. Ten opzichte van mij. Maar dat komt echt omdat ik had echt even wat zwangerschapskleding nodig. Want het gaat nu... De broeken vallen me nog mee. Maar dat gaat wel allemaal een beetje zakken zitten. Nee? I need stuff, man. Dit ga ik niet laten zien. Ik heb een aantal van die basic shirts gekocht bij Vero Moda. Gewoon een lang wit shirt. Een lang donkerblauw shirt. Echt van die... Basics die ik gewoon onder een blouseje kan dragen en zo. Nou ja, daar heb ik ook nog korte versies van.
zeg maar, korte witte shirts. Het is allemaal heel boring om te zien. Nou, maar toen zag ik dit hele leuke blouseje. En daar ben ik ook wel heel blij mee. Deze. Je ziet heel vaak toch wel streepjes blouses eigenlijk. En daar heb ik er ondertussen echt honderden van. Ik heb eigenlijk niet heel veel stipjes. Nee, stipjes zijn eigenlijk super leuk. Ja, hè? Zeg maar eigenlijk dat het weer een beetje weg is. Maar goed, dit is dus gewoon een blouse. Die kan ik heel prima nu nog dicht dragen. Maar straks ook wel open. Ja. Nou, super leuk. Maar hier komt de vondst. Dit zul je dus altijd zien. Ik ging die blouse aantrekken. En ik zei tegen Wil, ik had een jurkje aan die dag. Van joh, ik moet er even een hupsakee-broekje bij, zeg maar. Voor de vorm. Ja, gewoon en zo'n kort broekje. En dat is echt zo'n kort broekje. Ik dacht, nou, het staat me echt walgelijk waarschijnlijk. Want ja, korte broekjes vind ik eerlijk gezegd heel lastig. Nou, dit broekje dus. Hier zie je hem. Hij is super los. En hij het is echt gewoon een super heerlijk broekje. En hij stond je super leuk. Ja, en hij rekt ook mee. En weet ik van me wat. Dat kan ik ook nog heel lang aan in de zomer. En ik heb hem ook in het zwart daarom gekocht. Maar ik dacht, ja, hè, op één been kun je niet leven. Of kun je niet lopen, wat zou ik zeggen. Ja. Dus ik dacht, nou, dan maar die twee broekjes. Maar je kan ze ook volgend jaar weer gewoon aan. Want ze rekt gewoon met elastiek mee. Precies, dus het is echt super fijn dat ik eigenlijk eens een keer leuk korte broekjes heb. Door naar de Hunkemuller, daar gingen we ook even langs. En daar kocht ik een bra. Een hele mooie felle. Ik ben helemaal niet van de felle BH'tjes. Maar ik vond het toch wel leuk voor de verandering een keertje. Hij heeft een roze strikje in het midden. En hij is echt fel, ja, koraal oranje. Wat is het? Koraal rood. Vind ik ook wel. Ja, echt super fel. En ik heb er natuurlijk ook nog een leuke string bij. Sexy. En een hipstertje. Ja, jongens, dus baby nummer 3 is onderweg. Nee hoor, grapje. Nee. Wat ik echt dringend nodig had bij de H&M waren echt voedings-BH's. Ik kan mijn BH's echt niet meer aan. Niet eens mijn cups op zich. Met mijn jopen, die zijn inderdaad wel wat groter geworden. Maar vooral die onderbustewijdte bij mij, omdat mijn buik echt omhoog gaat. Nou, dat zat zo strak. En mijn moeder zat echt zo laat. Dus het veel te strak. Oh, wat zei ik? Nou, dat moet ik toch maar even iets nieuws. Dus ik heb inderdaad nu, ja, ik ga hem laten zien, maar ik heb gewoon een witte voedings BH aan. Het vinden mannen ook erg leuk. Kunnen ze heel makkelijk bij je tepel en zo. Klip. Nee. En ze, ja, en ze van, hé, dat Lik. Is makkelijk. Ja, knip, makkelijk. Dat is heel makkelijk. Dat, ja, easy access. Maar nee, het is echt heel fijn. Het is een hele rekbare onderbustewijdte. En ik moet zeggen, het viel me echt mee dat er eindelijk bij H&M eens een keer een grotere maat was. Want ik vind, je vindt daar vaak tot en met C. En als je dan toch al boven de D hebt, dan val je een beetje buiten de boot bij de H&M vaak. Dus ik ben de jopen vallen buiten de boot. De jopen vallen buiten de boot. Zo groot dat ze zijn. En ik heb ook nog eindelijk mijn eerste lange broek gekocht. Een grijze denim en inderdaad een zwangerschapsbroek. Een wat duurdere. Tadaa! Maar een zwangerschapsbroek. En hier ben ik wel echt heel, heel blij mee. Hij was €40 en de voedings BH was €15. Dat viel me trouwens echt ontzettend mee. Zo, de H&M in het buitenland is wederom veel leuker voor kinderen dan hier in Nederland. Ik weet niet wat het is, maar hier in Groningen kan ik echt nooit slagen bij de kinderafdeling, want die is heel klein. Maar ook online zie ik het gewoon vaak niet. En hier, ik bleef maar doorpakken, jongens. En ik dacht ook elke keer, ja, maar ik wil het eigenlijk voor allebei hetzelfde kopen. Nou, dat kan, dat gaat wel heel erg ver. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik ben wel een beetje losgegaan. Allereerst een heel leuk petje voor Gijs. Super schattig met een peertje erop, zoals je hier in de close-up ziet. Echt te cute. Ja, leuk. Dan gaan we even door voor Gijs. Heb ik een leuk setje gekocht voor hem met een t-shirtje met tijgertjes erop. En daarbij een soort van jeans joggingstof kort broekje. Heel lekker zacht. Heb ik iets groter gekocht voor over anderhalve maand, 2 maanden ongeveer. Want dan is het ook nog zomer in Nederland. Dus dan heeft hij wat zomerkleding voor in het vooruit. En Jelle moest natuurlijk ook wat hebben. En voor Jelle kocht ik dit hele leuke bruine broekje met ananasjes erop. En daarbovenop een jeans overhemdje met korte mouwtjes. Heel stoer. En ik kocht tot slot ook nog dit leuke gele broekje met vogeltjes erop. Hij is echt zo grappig. Die moest ze van mij kopen. Ja. Want ze had een aantal dingen. En zei ze, nou, dat ding was maar €7. Ja, dat broekje. Ik zei, man, dat koop je ook maar. Ja, dat is zo leuk. Hij is echt heel leuk. Maar dan ben ik weer aan het twijfelen. Denk ik, heb ik dan niet al genoeg? Weet je wel. Maar eigenlijk is het inderdaad. Hij is zo leuk. Wat zou het zijn? Kakatoes? Papagaatjes? Ja, nou, een kakatoe denk ik inderdaad. Kakatoetjes, hè? Echt heel erg leuk. Dus echt H&M, jongens. Kakatoetjes. Voor Gijs. Heb je gekakt in je broek, jongen? Gekakt in je kakatoetje. Je kakatoetje broek. Heb je een kakatoetje broek? Mijn tas gaat vallen. Ja. Zo. Droog gestaan. Ik kocht ook een aantal dingen op aanraden van mij. Onder andere baby shopje.
Ja, die zijn ook wel heel leuk. 3 voor de prijs van 2 zijn 5 euro per stuk. Dus dit was uiteindelijk 15 euro voor 10 euro. Nou, dat scheelt dan toch. Heb je toch weer 9 paar sokken. Ja, nou, daar kom je de eerste tijd wel mee door. Dat denk ik ook. Nou, super cute. Past goed bij de kleding die ik al heb. En dit ook. Oh. Dit zijn 2 kleine mini broekjes, zoals je kunt zien. Heel erg schattig. Ja, hier zat ook een heel leuk een shirtje bij. Maar die was niet meer in de maat die dan hier bij hoorde. Oh nee, dat is ook zo. En dat was een beetje jammer. Maar goed, ik dacht, ik heb genoeg nieuwe rivals. Ja, op de kont. Ja, leuk, schattig. Ik heb, ja, dat weet jij natuurlijk allemaal. Ja, Gijs had deze ook, maar niet deze keer. Nou goed, dus dat is echt wel heel erg schattig. Nou ja, ik heb genoeg shirtjes voor erop. En ik kocht ook nog dit leuke setje. Oh, deze vind ik ook wel echt zo schattig. Met zo'n mutsje erop, met van die... van die oortjes. En denk ik, oh, dat is wel lekker warm voor de winter ook. Dus ja, ja, dit is wel echt cute. Het is allemaal zo schattig. Het is zo schattig. Dan gaan we denk ik door naar het laatste. De DM, of niet? Oh nee, de doeklos hadden we eerst nog. Ja. Oh, en ja. Thee, hè? Oh ja, en thee. Wat? Oh man, we hebben nog best wel veel. We hebben, ja, inderdaad. Die heeft de doeklos? Ja. Nou, dat idee was dus om 's avonds naar de spa te gaan en... onszelf even lekker in de watten te leggen. En dan op de kamer nog een maskertje te doen. Want we zagen bij de Douglas hele leuke maskertjes. Deze van rubber. Zijn rubberen maskertjes. Het zag gewoon echt heel tof uit, zoals je hier ziet. Maar we waren ze vergeten. Dus, nou ja. Ja. Het voordeel is dat we ze nu kunnen laten zien in deze shoplog. En dan doen we het maar een andere keer. Precies. Nou ja, we doen wel een keer een leuk kletsmaskervideo. Ja, ik ben wel benieuwd. Zondag zijn we in Snor geweest. Dat is een heel leuk klein pittoresk wijkje eigenlijk in Bremen. Heel erg leuk. En we gingen expres op zaterdag, zoals je het bij vlogs hebt kunnen zien, winkelen. En op zondag naar het centrum van Bremen, want alles is dicht daar op zondag. Ja. Behalve in Snor, daar is het wel relatief toeristisch, dus daar waren wel wat winkeltjes geopend. En we zagen daar een heerlijk theewinkeltje. En als we Willemtien thee zien, dan moeten we naar binnen. Oh nee, je kan niet weg zonder gewoon echt van die plaatselijke thee mee te nemen. En dat was echt heel leuk mens ook. Ja, heel leuk mens. Ze had ook zelfs een soort van thee die je ook door je yoghurt heen kon doen, die echt helemaal naar noten. Ja, en allerlei dingen die naar gewoon een cereal rook en echt heel erg noterig. Dat kon je gewoon, gewoon zo drinken. Dus zij kon je eerst thee van trekken en daarna doe je yoghurt gooien. Ja, en je kon het ook gewoon normaal drinken, maar dat leek me niet heel lekker. Want het was een hele sterke notige smaak, maar door je yoghurt vond best geinig. Ja. Hebben we niet gekocht, by the way. Maar ik kocht in ieder geval een thee. Apfelstrudel, niet pistachin. Volgens mij is het gewoon met pistache dingetjes. Maar dit is, ruikt gewoon echt als van, ja, appeltaartachtige. Echt, het was super lekker. En dit was rooibos, toch? Basis dit is een rooibos thee. Ja. Oh ja, en ik had groene thee. En dan met vanille en perslik. Echt heel erg lekker. Ja, jullie kunnen het niet ruiken. Super lekker. Het leuke was dat jij tegen mij zei van, moet je deze eens ruiken zien? Die is vet lekker. Echt wat voor jou. Mag ik 100 gram groene thee? En ik kocht er ook nog koekjes, omdat ze er zo leuk uitzien. Oh, en ik moest zo erg plassen de hele tijd in het winkelcentrum, omdat gewoon mijn blaas niet goed geleegd was. Ik zei, ik ga nog een keer naar de wc. Ik zei, ik kom zo meteen naar de DM. En toen kwam ik daar en zei ik, Wil. En toen zag ik van iemand, een degelijk iemand, gewoon een soort van zo'n kar staan met echt een luiertoren. En toen dacht ik, weet je wie, ik koop die luiers. En ik zei, Wil. Ik zei, is die kar van jou? En ik dacht, gek scherend. En zo van, ja, ik echt zo, jemig. En echt zo'n kar, echt, er waren echt gewoon mensen, die sommige Duitse vrouwen zijn echt best wel van, ja, nee, die steken niet onder stoelen of banken, wat ze denken, nee. Ja, precies, echt zo van, die keken er echt heel erg wanend naar, van, jeetje, heb je een vijfeling of zo? Ja. Luiers, jongen. Ik had 5 multipacks luierdozen gekocht. Ja, als wij, ik heb een vriendin, Martina, en met haar doen we om en om, of nou, meestal gaat zij wel vaker dan ik. Maar in elk geval kopen we luiers voor elkaar in Duitsland, want die zijn A, veel goedkoper, heel erg zacht voor de huid. En de billendoekjes daar zijn echt de allerbeste billendoekjes gewoon die ik ooit geprobeerd heb. En dan zit hier een vliegenhuis. Die luiers zijn dus gewoon heel fijn, billendoekjes ook. Dus we wonen vlakbij de grens van Duitsland. Dus af en toe als we daar dan zijn, dan slaan we echt flink in. En in Leer zijn ze dat gewend. En bijna alle DM's aan de grensgebieden van Nederland, die zijn het volgens mij wel gewend. Maar hier in Bremen hadden ze het volgens mij nog niet vaker gezien. Nee. Dat er dan Nederlanders komen die gewoon 6 van zulke dozen met luiers mee naar huis nemen. Ik kocht spenen van Avent, want ook al die dingen van Philips Avent zijn daar volgens mij veel goedkoper dan echt hier. Veel goedkoper. Dus dat scheelt echt, hè? Niks boven Groningen, ik zei het al, hè? Want dan ben je vlekken. Want in Nederland betaal je hier ongeveer 12 euro voor en daar kost het 5 euro. Ja, dat is echt gewoon heel goedkoper. Dus 2 spenen, een witte en een blauwe. Je hebt het maar vast in huis. Ja, je hebt het maar vast in huis. Nou, gelukkig was Wil erbij, die heeft hier over Multimom. Compressen voor de tetten. Dit is echt, als je tepelkloof hebt, jongens. Dit is echt het allerbeste spul ever. Mijn kraamhulp raadde het aan. En dit is echt
zo goed. Als je tepelkloof hebt, dit hield echt het allerbeste. Je hebt ook andere merken in Nederland. Maar dit is het beste. En dit is in de drogist niet verkrijgbaar. Dit moet je per se online bestellen in Nederland. En dan moet je weer een dag wachten. Dus ik zei tegen Tien, je kan hem maar beter in huis hebben. Ja. Want zodra je een tepelkloof krijgt, ja, dan ben je eigenlijk gewoon fucked. En dan moet je hem gewoon direct behandelen. Ja, heel leuk. En tepelcreme. Echt, waarom neem ik je de godsnaam op? Ik ga er ineens mee over beginnen. Hartstikke leuk. Het was daar ook 2 keer zo goedkoop. Dus tepelcreme. Daarom zei ik tegen Tien, sla maar in. En toen kreeg ik ook nog van dit in een mandje gaan mikken. Ja, wil mikt alles in een mandje. Als je niet wil, moet je maar gewoon zeggen hoor. Wat is dit? Dit is bio-stilte mit Schwenkel en niet ontkoemel. Unterstützen milch bildung. Oftewel de melkbouwing. De melkondersteuning of zo. Tot Duits, dat gaat toch helemaal nergens over. Oh, het is wel leuk inderdaad. Nou ja, goed. Dus thee voor je tetten. Alles voor je tetten. Nou, echt hè. En dan hebben we nog tot slot en ook iets voor gekocht. Je kut. Iets voor je baarmoedermond gekocht. We zagen dit liggen. Het kostte €35. Het zijn gewichtjes voor in je baarmoeder. Nou, als je zwanger bent geweest en je bent bevallen, ook als je gewoon een keizersnee hebt gehad, moet je eigenlijk je bekkenbodem trainen. Dat zeggen ze allemaal heel braaf, de kraamhulp. Maar ja, niemand doet dat natuurlijk. Inclusief ik niet. Maar dit leek me nou nog wel eens een keer een grappige manier. Gewoon om het eens te proberen. Want ik denk dat het best wel een ondergeschoven kindje is. Dat vrouwen na een bevalling last hebben van incontinentie. Gewoon urineverlies. Wij gaan het gewoon eens een keer proberen. En dan gaan we erop eens over schrijven. Gewoon heel open kijken of wat we ervan vinden. Bekkenbodem trainingshulpjes. Ik zei voor het verkeerd gelezen hebt. Het zijn gewoon 4 vibrators. Ja, van licht, dat is nou aan. Ja, en van licht naar zwaar, weet je wel. Ik heb het. We hebben alles gehad. Nou, we zijn er door. We zijn er doorheen. Wow. Het was leuk shoppen in Bremen. Nou, het was echt leuk shoppen. Ik denk dat misschien eind september of zo, als de winterkleding misschien bij die Zara Kids en de Mango Kids hangt, dan kunnen we misschien nog wel weer eens kijken. Ja, het is voor ons eigenlijk gewoon een tripje naar Amsterdam. Ja, het is voor ons echt hetzelfde. En dat is eigenlijk heel leuk, want je bent wel gewoon in Duitsland. Ja. Het voelt dan echt, ik kan gratis parkeren bij het Weesperpark. Dus oh, dat is ook echt ideaal. Ja. In die zin denk ik wel van, nou, dan kunnen we best nog eens een keer een dag doen. Ja, het is echt heel erg leuk. Ja, gaan we doen. Oké. Toppie. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.